نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، voordat ik begin met deze lezing, inshallah, wil ik graag de mensen bedanken die deze Dora hebben georganiseerd. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen hiervoor belonen. Beste broeders en zusters, dit wereldse leven, hoe lang het ook mag duren en hoe lang wij ook zullen leven, uiteindelijk zal hier een einde aankomen. Uiteindelijk zal ieder van ons sterven en de overstap maken van dit wereldse leven naar het hiernamaals. En op de laatste momenten van dit leven zal de mens zijn laatste blikken richten op zijn familieleden, op zijn broers en zussen, op zijn zoons en dochters. En dit zal een zeer pijnlijk moment voor hem zijn, zal een zeer verdrietig moment voor hem zijn. Maar beste broeders en zusters, er zal een ander moment zijn. Een moment wat nog meer verdriet met zich mee zal gaan brengen, wat nog meer pijn teweeg zal gaan brengen. En dat is het moment waarop de mens terugdenkt aan wat hij in dit leven heeft gedaan. Als hij terugdenkt aan al die jaren, maanden, weken en dagen, en zich dan realiseert dat hij heeft tekortgeschoten in de plichten die Allah subhanahu wa ta'ala voor hem heeft vastgesteld. En dit zal een zeer pijnlijk moment voor ieder van ons zijn. Ieder zal enorm spijt krijgen hierover en zal zeer bezorgd zijn over zijn toestand, zal zeer bezorgd zijn over de toekomst, zal zeer bezorgd zijn over wat er met hem zal gaan gebeuren. En daarom, beste broeders en zusters, is het voor elke moslim verplicht om te weten, om de waarde van dit wereldse leven goed te kennen. En is het ook voor elke moslim verplicht om te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala, hem al die jaren, maanden, weken en uren niet voor niets heeft gegeven. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen met een groot doel. Met een doel wat een hele grote waarde heeft, namelijk om alleen Hem subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Met de vele vormen van aanbidding die er zijn. En daarom is het een hele grote ni'ma voor de mens als hij zich dit realiseert en als hij dit kan omzetten en gebruiken om zijn leven goed te vullen. Te vullen met goede daden. Te vullen met daden waarvan Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. En een van die belangrijke middelen, beste broeders en zusters, om dit wereldse leven goed te benutten, is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons aanbevolen om hem te gedenken. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft degene die hem gedenkt ook aangeprezen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook gezegd: Fa'idha qadaytumus salah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. En als jullie dan de salah verricht hebben, gedenk dan Allah staand en zittend en liggend. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook gezegd: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. En de mannen die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken en de vrouwen die hem gedenken, Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft tegen zijn metgezellen, tegen zijn vrienden gezegd: Ala unabbi'ukum
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze overlevering tegen zijn metgezellen, tegen zijn vrienden, zal ik jullie informeren over de beste daad, over de daad die bloeit en groeit en groter wordt bij Allah subhanahu wa ta'ala, over de daad die jullie klassen, rangen het meeste verhoogt, over de daad die beter is dan het uitgeven van goud en zilver omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, over de daad die zelfs beter is dan de jihad fi sabilillah. De metgezellen antwoordden of zeiden, ja, bericht ons hierover. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, beste broeders en zusters, kent vele voordelen. De grote geleerde Ibn al-Qayyim, rahimahullahu azza wa jal, vertelt in zijn boek, Al-Wabilu al-Sayyib min al-Kalimi al-Tayyib, dat er meer dan 100 voordelen hiervoor zijn. En elk voordeel is genoeg, is voldoende om je aan te sporen, om je te motiveren, om Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. En ik zal er een paar opnoemen. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala is een genezing van de harten. En het maakt de harten ook rustig. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Zij zijn degenen die gelovig zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Weet, door het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala komen de harten tot rust. Een tweede voordeel is dat het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala de zonden vermindert en het weghaalt. En het redt degene die Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt van de bestraffing. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover, Ma amila adamiyun amala anjalahu min adabillah min dhikrillahi ta'ala. Er is geen daad die de mens doet en die hem redt van de bestraffing, zoals het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En een derde voordeel is dat het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala tot een grote beloning leidt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover, Men qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, degene die subhanallah walhamdulillah 100 keer per dag zegt, zijn zonden zullen verdwijnen, zullen vergeven worden, ook al zijn deze even groot als het schuim van de zeeën. Maar beste broeders en zusters, wat houdt het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk in? Sa'id ibn Jubair, rahimahullahu azza wa jal, zegt hierover dat ieder die een daad van aanbidding uitvoert, een gedenker is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus degene die bidt, degene die vast, degene die de armenbelasting betaalt, degene die de hajj verricht, al deze personen behoren tot de gedenkers van Allah subhanahu wa ta'ala. En Ata ibn Abi Rabah, rahimahullahu azza wa jal, zegt hierover dat de bijeenkomsten van het gedenken van Allah, dit zijn dit soort bijeenkomsten, bijeenkomsten waar iemand naartoe gaat om profijtvolle kennis op te doen. Dit soort bijeenkomsten en het verrichten van het gebed en het vasten en het verrichten van de hajj, al deze aanbiedingen behoren tot het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, beste broeders en zusters, is eigenlijk het leven van de harten. Is eigenlijk de voeding van de harten en ziel. En op het moment dat jij Allah subhanahu wa ta'ala niet gedenkt, dan is het net alsof jouw hart, jouw ziel, jouw voeding, jouw lichaam niet de juiste voeding meer krijgt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu azza wa jal, zegt hierover, Al-dhikru lil-qalb مثل الماء للسمك كيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. Hij zegt hier dat het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala voor het hart is even belangrijk als water
voor de vissen. En wat zal er met deze vissen gebeuren op het moment dat jij deze uit het water haalt? Deze zullen doodgaan. En dat zal ook gebeuren met onze harten op het moment dat wij Allah subhanahu wa ta'ala niet meer gedenken. Dus beste broeders en zusters, wees een gedenker van Allah subhanahu wa ta'ala. Zorg ervoor dat jij tot een van hen behoort. Want elk uur die voorbij gaat en waarin jij Allah subhanahu wa ta'ala niet gedenkt, daarover zul je bedroefd zijn. Daarover zul je jammeren op de dag des oordeels. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover: Ma min sa'a tamurru bi bini Adam la yadhkuru Allah tabaraka wa ta'ala fiha illa tahassara 'alayha yawm al-qiyamah. Elk uur die voorbij gaat en waarin jij Allah, waarin de mens Allah subhanahu wa ta'ala niet gedenkt, daarover zal hij bedroefd over zijn. Daarover zal hij jammeren op de dag des oordeels. En weet, beste broeder, dat het gedenken van Allah een aanbidding is. Een hele grote aanbidding. En elke aanbidding, beste broeders en zusters, moet gebaseerd zijn op een bewijs. Je kunt pas een aanbidding uitvoeren tot op het moment dat jij daarvoor een bewijs hebt. En ik zeg dit omdat er een aantal groeperingen zijn, een aantal dwalende groeperingen, zoals de Sofis, die het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala op manieren uitvoeren die niet van de sunna is, die niet zijn toegestaan, die innovaties met zich meebrengen en die zelfs tot shirkiyat kunnen leiden. Daarom moet ieder hiervoor gewaarschuwd zijn en pas een aanbidding uitvoeren op het moment dat jij daarvoor een bewijs hebt. En daarom, beste broeders en zusters, is het heel belangrijk om kennis op te doen. Om profijtvolle kennis op te doen. Want het opdoen van profijtvolle kennis kent twee grote doelen. Het eerste doel, en dat is tevens het belangrijkste doel, is dat profijtvolle kennis de shubuhat, de twijfelachtige zaken, bestrijdt. En het zorgt ervoor dat deze zaken niet bij jou in de buurt komen. En elke kennis die dit niet bewerkstelligt, is geen profijtvolle kennis. Want kennis kan profijtvol zijn, maar kan ook schadelijk zijn. En elke kennis die hieraan niet voldoet, is geen profijtvolle kennis. En het tweede doel is het bestrijden van de begeerten. En er is geen kennis die voldoet aan deze twee doelen, zoals de kennis die gebaseerd is op de kitab en op de sunna, zoals de salaf dit hebben begrepen. En het tweede middel, beste broeders en zusters, om dit wereldse leven goed te benutten, is het verrichten van het gebed en het onderhouden van het gebed. En in het bijzonder het 5 keer per dag bidden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd tegen Musa alayhi salatu wassalam: Innani ana Allahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Voorwaar, ik ben Allah, niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve ik. Aanbid mij daarom en onderhoud de salah om mij te gedenken. En Ibrahim alayhi salatu wassalam heeft gezegd: Rabbi ja'anni muqima salati wa min dhurriyati. Mijn Heer, maak mij en mijn nakomelingen onderhouders van de salah. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft Ismail alayhi salatu wassalam geprezen voor het feit dat hij zijn familie, zijn gezin aanbeval om te bidden. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. En hij beval zijn familie de salah en de zakah te verrichten. En hij vond welbehagen bij zijn Heer. En Isa alayhi salatu wassalam vond het een eer toen hem werd voorgedragen om te bidden. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. En hij heeft mij bevolen de salah te verrichten en de zakah te betalen zolang ik leef. En ook onze profeet sallallahu alayhi wa sallam is opgedragen om het gebed uit te voeren. Aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr. Onderhoud de salah na het hoogtepunt van de zon tot de schemering van de nacht en het fajr gebed. En het gebed, beste broeders en zusters, is de belangrijkste zuil na de shahada. En degene die deze verplichting heeft uitgevoerd, heeft eigenlijk zijn geloof uitgevoerd. En degene die deze verplichting heeft verwaarloosd,
heeft eigenlijk zijn geloof verwaarloosd. Het gebed is het eerste wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons verplicht heeft gemaakt. Wat betreft de ibadat, wat betreft de aanbiedingen. En het is ook het eerste waar de mens over wordt gevraagd op de dag des oordeels. En het is het laatste wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn ummah heeft aanbevolen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt over de salah, as-salatu noor. Het gebed is licht. Het is licht in de harten. Het is licht in de ogen. Het haalt het donkere, het slechte, de dwalingen uit het hart. En werpt in plaats daarvan het goede, de juiste leiding, de licht. Het doet ons grote verdriet, beste broeders en zusters. Zien wij in deze tijd dat heel veel moslims het gebed hebben verwaarloosd. Zien wij dat vele moslims het gebed niet de juiste plek in hun leven hebben gegeven. En een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is, beste broeders en zusters, is dat zij, maar eigenlijk ook wij, de waarde van dit gebed eigenlijk niet goed kennen. Als jij gelooft dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschapen, zonder enige twijfels. En als jij gelooft dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden, weet dan, beste broeder, dat Allah subhanahu wa ta'ala het goede voor je wil. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons heeft aangeraden om te doen, weet dat dat goed voor je is. En alles wat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft afgeraden om te doen, weet dat dat slecht voor je is. Dit is een regel waar geen één moslim over mag twijfelen. Allah subhanahu wa ta'ala, Hij heeft ons geschapen en Hij weet als geen ander wat het goede en wat het slechte is voor de mens. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Zou Hij die schiep geen kennis hebben over het geschapenen? Over het geschapene. Hij is de zachtmoedige, alwetende. En beste broeders en zusters, het gebed neemt niet meer dan 10 minuten in beslag. En toch kunnen vele moslims dit niet opbrengen. Terwijl zij wel aan de andere kant uren, dagen, nachten met elkaar kunnen praten over wereldse zaken. En dit geeft des te meer aan, beste broeders en zusters, hoe belangrijk het opdoen van profijtvolle kennis is. Want degene die geen kennis heeft over zijn geloof, profijtvolle kennis, en degene die geen profijtvolle kennis heeft over, in dit geval het gebed, die zal ook nooit de waarde van dit gebed kennen. In tegenstelling tot degene die dit wel weet, die wel de kennis heeft over de aanbiddingen, die wel de kennis heeft over het gebed, die zal de waarde van dit gebed heel goed kennen en geen moment aarzelen om dit ook juist uit te voeren. En als wij ons verdiepen, beste broeders en zusters, in het leven van de zelf, zien wij dat zij de waarde van dit gebed heel, heel goed kenden. Sufyan al-Thawri, een van zijn vrienden, heeft hem een keer gezien dat hij na de salat van al-Maghrib aan het bidden was in al-Masjid al-Haram. En toen hij in de positie kwam van de sujud, dus hij was aan het knielen, bleef hij geknield totdat hij de adhan van salat al-Isha hoorde. Al die tijd bleef hij geknield. En dit is Muslim al-Makki. Die heeft gezegd dat hij Ibn al-Zubayr zag. En die was ook aan het bidden. En op het moment dat hij in de rukoo' kwam, reciteerde Muslim al-Makki de volgende hoofdstukken uit de Koran. Al-Baqara, wa Ali Imran, wa Nisa, wa Al-Ma'ida. En dit zijn ongeveer 130 pagina's, beste broeders en zusters. En toen hij omkeek naar Ibn Zubayr, was hij nog steeds in de rukoo'. Al die tijd was hij in de rukoo'. En dit geeft aan, beste broeders en zusters, dat de zelf de waarde van dit gebed heel, heel, heel goed kende. En het gebed was iets wat hen rust gaf, wat hen ontspanning gaf. En bij ons is het meer van zo snel mogelijk bidden, zodat wij verder kunnen gaan met onze wereldse zaken. En het derde middel, beste broeders en zusters, om dit leven goed te benutten, is het uitgeven van geld of van iets wat een waarde heeft, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze vorm van aanbidding, beste broeders en zusters, is een van de beste eigenschappen die men kan hebben. En die ook leidt, ook een sebab is, tot de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat er een man was
die nooit goede daden in zijn leven verrichtte. Alleen hij deed één ding. Hij leende mensen geld uit. Hij leende veel mensen geld uit. En op het moment dat hij dit geld wilde innen, stuurde hij zijn werker naar hen toe met de boodschap: neem van wie je kan nemen en degene die niet in staat is om te betalen, of diegene die niet kan betalen, laat hem met rust. Ik vergeef hem. Misschien is dat de sebab dat Allah subhanahu wa ta'ala mijn zonden hiervoor vergeeft. En toen deze man overleed, zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem: heb jij ooit goede daden verricht? En de man antwoordde heel eerlijk: nee, alleen ik leende mensen geld uit. En op het moment dat ik dit geld wilde innen, stuurde ik mijn werker naar hen toe met de boodschap: neem van wie je kan nemen en degene die niet in staat is om terug te betalen, laat hem met rust, ik vergeef hem. Misschien is dat de sebab dat Allah subhanahu wa ta'ala mijn zonden hiervoor vergeeft. Allah subhanahu wa ta'ala antwoordde hierop: ik vergeef jou zoals jij deze mensen hebt vergeven. En er is ook een andere overlevering waarin een vrouw bij Aisha radiyallahu anha binnenkwam met twee van haar dochters. En Aisha radiyallahu anha gaf haar drie dadels. En deze vrouw gaf ieder van haar dochter één dadel. En de laatste dadel die verdeelde zij in twee stukken en gaf ieder van haar dochter een stuk. En Aisha radiyallahu anha, toen zij dit zag, was zij zeer verbaasd. En toen de profeet sallallahu alayhi wasallam hierover werd bericht door Aisha radiyallahu anha, zei de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen Aisha radiyallahu anha: hierover hoef je niet verbaasd te zijn. Deze vrouw, deze daad die deze vrouw heeft gedaan, is een sebab geweest dat Allah subhanahu wa ta'ala haar het paradijs heeft laten binnentreden. Daarom, beste broeders en zusters, onderschat nooit een goede daad. Een goede daad kan misschien heel klein van waarde zijn in onze ogen, maar het kan een hele grote waarde hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom zeggen onze geleerden dat iemand een hele kleine goede daad kan verrichten en dat dat het sebab is dat Allah subhanahu wa ta'ala hem al zijn zonden hiervoor vergeeft. Dus beste broeders en zusters, wees goed voor de mens. Wees goed voor je familie, wees goed voor je buren en wees vooral goed voor de moslims. Want dit heeft een hele grote waarde bij Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri die zegt: Mesjuka fi hajati akhika al-muslim khayrun lak min hajjatin ba'da hajja. Al-Hasan al-Basri zegt hier: je moslimbroeder in iets helpen, in zijn behoefte voorzien, is beter voor jou dan elke keer de bedevaart te verrichten. En Tawus, ook een grote geleerde, rahimahullah azza wa jal, aqama ala rafiqin lah marid hatta fatahu al-hajj. Tawus, rahimahullah azza wa jal, die was van plan om de bedevaart te verrichten. En op het moment dat hij hoorde dat zijn vriend ziek was, ging hij naar hem toe en verbleef bij hem. En daardoor liep hij de bedevaart mis. En Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a, die zegt: لأن رحمه الله عز وجل لأن أخدم رجلا من المسلمين على علة يوما واحدة أحب إلي من صلاة الجماعة 60 عاما لم يفتني فيها التكبير الأول. Hij zegt dat het helpen van een moslim één dag is meer geliefd bij mij dan het verrichten van het gebed in gemeenschap 60 jaar lang, waarin ik in die 60 jaar nooit het takbir al-awwal heb misgelopen. En dit is een leef Ibn Sa'd, rahimahullah azza wa jal. Zijn jaarlijks inkomen was 80.000 dinar. En toch heeft hij nooit in zijn leven, beste broeders en zusters, de armenbelasting moeten betalen. Hoe komt dit? Wie kan daar een antwoord op geven? Heel ahsant. Omdat hij al dit geld uitgaf aan mensen die het geld nodig hadden. En dit geeft aan, beste broeders en zusters, dat zij de waarde van het uitgeven van geld of van iets anders, maar van iets wat een waarde heeft omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, dat zij de waarde hiervan heel goed kenden. En het vierde middel, beste broeders en zusters, om dit wereldse leven goed te benutten,
is het vasten omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hierover gezegd: degene die één dag vast omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zal het helfuur van zijn gezicht afhouden, 70 jaar lang. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd dat er een deur is in het paradijs en die heet Ar-Rayyan. En alleen degene die hebben gevast in dit wereldse leven zullen het paradijs via die deur binnentreden. En Abu Huraira radiyallahu an heeft gezegd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem heeft geadviseerd om drie dingen altijd te doen en nooit te vergeten. Het vasten van drie dagen in elke maand, twee raka'at te bidden voor salat al-fajr en de witr te bidden voor het slapen gaan. Dus beste broeders en zusters, uit het voorgaande kunnen wij concluderen dat het opdoen van profijtvolle kennis heel, heel erg belangrijk is. En daarom is het vanzelfsprekend dat deze grote aanbidding een hele grote waarde heeft bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ieder van ons kent de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt: وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. De engelen, de mensen, de levenloze materie, de dieren en zelfs de vissen in de wateren, die vragen Allah subhanahu wa ta'ala vergiffenis voor degene die profijtvolle kennis opdoet. En de geleerden, rahimahumullahu azza wa jal, die halen uit deze overlevering dat het bijna onvermijdelijk is, dat het bijna anders niet kan, dat Allah subhanahu wa ta'ala inderdaad ook deze mensen vergeeft. Daarom, beste broeders en zusters, de Salaf die kende en die wisten heel goed de waarde van deze grote aanbidding. Zij wisten dat Allah subhanahu wa ta'ala hiervan houdt. En daarom deden zij ook alles, maar dan ook alles, om profijtvolle kennis op te doen. Dit is Jabir. Jabir ibn Abdullah radiyallahu an. Belagahu hadith an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Hij hoorde dat iemand van de metgezellen een overlevering kende waarvan hij nooit van had gehoord. Hij zegt, yani Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, ibta'tu ba'iran, fashadattu ilayhi rahli shahran hatta qadimtu al-Sham. Hij kocht een kameel en hij vertrok naar deze metgezel. En hij was een maand lang onderweg totdat hij al-Sham binnenkwam. En toen hij eenmaal naar deze metgezel ging, en dat was Abdullah ibn Unais, radiyallahu an, zei hij tegen hem: hadithun belagani lam asma'hu khashitu an amuta aw tamut qabla an asma'ah. Hij zegt: jij kent een overlevering die ik nog niet ken. En ik was bang dat of ik of jij dood zou gaan voordat ik deze overlevering van jou zou horen. En toen vertelde Abdullah ibn Unais radiyallahu an hem deze overlevering. Dus beste broeders en zusters, hij is van Al-Medina naar Al-Sham gegaan. En hij heeft een kameel gekocht. En hij is een maand lang onderweg gebleven. Voor wat? Voor één overlevering. Al die moeite voor één overlevering. En dit geeft aan, beste broeders en zusters, dat hij de waarde van het opdoen van profijtvolle kennis heel goed kende. En dit is Abu Hatim al-Razi, rahimahullahu azzawajal, ook een van de grote geleerden. Hij zegt: awwalu sanatin kharajtu fi talab al-hadith aqamtu fiha sab'a sinin ahsaytu ma mashaytu ala qadamay ziyadatan ala alfi farsakh. Hij zegt, deze grote geleerde, de eerste reis die hij heeft afgelegd voor talab al-ilm en die 7 jaar lang duurde, heeft hij berekend hoeveel kilometer hij heeft gelopen op zijn voeten. En dit was ongeveer 5000 kilometer. En hij is nog niet klaar, hij gaat door. Hij zegt: ثم تركت العدد بعد ذلك. Daarna is hij gestopt met het uitrekenen van het aantal kilometers. وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا لوبند ثم إلى رملة ماشيا أو لوبند ثم إلى دمشق ثم أنطاكية وطرسوس ثم رجعت إلى حمص ثم إلى الرقة ثم ركبت إلى العراق كل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة.
Hij heeft al deze afstanden heeft hij afgelegd. En dit was in zijn eerste reis die hij heeft afgelegd voor talab al-ilm. En dan zegt hij op het eind, en ik was in die tijd 20 jaar oud. Dus hoeveel kilometers heeft hij in totaal afgelegd in zijn eerste reis, beste broeders en zusters? Tienduizenden kilometers. En dit was in zijn eerste reis. Daarna heeft hij vele reizen afgelegd. Dus beste broeders en zusters, probeer je tijd te vullen met deze grote aanbidding. Met het opdoen van profijtvolle kennis. En het eerste waarmee je begint is de aqida, het tawhid. Want het tawhid, beste broeders en zusters, is het belangrijkste van ons geloof. Is de basis van ons geloof. Is de ziel van ons geloof. En is datgene wat je gelukkig maakt in dit wereldse leven, maar ook in het hiernamaals. En geen één daad wordt geaccepteerd door Allah tabaraka wa ta'ala zonder de tawhid. De tawhid moet altijd aanwezig zijn in elke aanbidding. En daarom, beste broeders en zusters, is het heel belangrijk dat wij ons hiermee bezighouden. En tot ons grote verdriet zien wij dat vele broeders de basisbeginselen van de tawhid niet kennen. Sterker nog, zij houden zich helemaal niet bezig met het opdoen van kennis. Je ziet hen nooit bij lezingen. Je ziet hen nooit bij bijeenkomsten. Je ziet hen nooit boeken lezen. Je ziet hen nooit luisteren naar bandjes van geleerden. En sommige van hen die kennen niet eens de voorwaarden van La ilaha illallah niet. Kennen Surat al-Fatiha niet juist te reciteren. Kennen de basisbeginselen van het tawhid niet. En het ergste, beste broeders en zusters, is dat sommige van hen denken dat ze kennis hebben. En dit noemen ze in het Arabisch al-jahlul murakkab. Al-jahl al-murakkab. Dat is een grote vorm van onwetendheid. Dat is iemand die niet weet, maar hij weet ook niet dat hij niet weet. Iemand weet, hij weet niet, maar hij weet ook niet dat hij niet weet. En dit, beste broeders en zusters, is de grootste vorm van onwetendheid. En het is ook een teken van Ahlul Bid'ah. En degene die deze al-alama heeft, die zal nooit in zijn leven profijtvolle kennis opdoen. Het zal heel moeilijk voor hem worden, omdat hij denkt dat hij kennis heeft. Bighilaf, iemand die, als je hem vraagt, als je hem iets vraagt en hij zegt Allahu A'lam, deze, die zal wel kennis opdoen. Maar degene die Jahl al-Murakkab heeft, die zal geen kennis opdoen. Ik geef jullie een voorbeeld. Als jij iemand vraagt, bijvoorbeeld, waar ligt de stad Venray? En hij antwoordt, dat ligt in Marokko. Dan zeg je tegen hem, weet je dat heel zeker? Zeg, nou, dat is bekend, heel zeker. Deze man heeft een vorm van Jahl al-Murakkab. Hij denkt dat hij weet. Hij weet niet, maar hij weet ook niet dat hij niet weet. En zo'n persoon zal bijna nooit profijtvolle kennis opdoen. Daarom zegt hij, en dat is ook een teken van arrogantie. Iemand die deze kenmerk heeft, heeft een kenmerk van arrogantie. En daarom zegt een van de zelf, en ik geloof dat het Mujahid was, rahimahullah azza wa jal, twee personen zullen nooit kennis opdoen. En dit zijn iemand die arrogant is en iemand die... Wie is die tweede? Die zich schaamt. Deze twee personen zullen nooit kennis opdoen. Dit was eigenlijk mijn lezing. As'alullah tabaraka wa ta'ala. En yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal-amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.